Goeiedag, mijn naam is Danny Tax. Ik ga jullie vandaag wat proberen te leren door middel van deze video. We gaan een foto ontwikkelen in Lightroom, in dit geval de foto die ik heb gemaakt van de hurkende man. Ik laat jullie het proces van A tot Z zien en dan krijgen jullie inzage in mijn workflow. Laten we beginnen met de foto te importeren. Dat doen we door hem te slepen naar Lightroom. Dan zien we even een andere foto. Komt hij? Zo, ik zal hem zo groot scherm zetten. Nou goed, zoals je ziet is de foto bijna klaar om te importeren. We voegen nog wat trefwoorden toe. In mijn geval hurken. Hurkende man. Lelystad. En dat was hem. Dit is voor mij het belangrijkste, dan weet ik hem terug te vinden. Nou, we klikken op importeren. Hij is even bezig. Lightroom maken we even wat groter. Nou, we zien hier dat ik de foto al een keer eerder bewerkt heb. Dus hij pakt de bewerkingen over uit de DNG. Dat is als je hem in DNG opslaat. In dit geval willen we dat niet. Dus we klikken even op een virtuele kopie maken. En we klikken op ontwikkelen. Opnieuw instellen. Dan beginnen we weer helemaal vooraf. Goed. Waar ik op dit moment mee begin, is naar lenscorrecties. Ik wil de kleurafwijking verwijderen. Dat zorgt ervoor dat hier langs deze scherpe randen geen chromatische aberratie te zien is. En de correcties van het profiel inschakelen. Hierdoor haal je de vignettering weg die de lens uit zichzelf heeft. Goed, stap 1. Zoals je hier kunt zien is het met een merk Nikon gemaakt, Nikon 12-24. Hij weet automatisch het profiel te vinden. Dit kan soms ook anders zijn bij de wat goedkopere lenzen. Schrik niet, zoek het lensprofiel hier even op. En je hebt het juiste lensprofiel. Mooi. Nou, zoals je ziet, het histogram is vrij keurig belicht. Dus dan gaan we naar het volgende stap. Ik ga dan naar... standaard. Daar pas ik het profiel aan. In de nieuwste update van Adobe Lightroom kun je het profiel aanpassen van je foto. In dit geval werk ik op het profiel landschap, want het is voor mij een landschapfoto. Je kunt ook kijken wat anderen doen. Soms komt portret mooier uit, maar die maakt hem in dit geval wat softer. Kan je smaak zijn. Adobe die heeft standaard een aantal hier staan. Maar ga je hierheen, zul je er nog veel meer vinden. Het is artistiek. Zie? Genoeg te zien. Wij gaan in ieder geval terug naar Adobe Landschap. Dat komt voor mij het mooiste over. Nou, nu begin ik met de belichting. Histogram staat verder goed, dus mijn belichting is oké. Die pas ik dus niet aan. Vervolgens start ik met mijn reguliere trucje. Dat is Alt in. En kijken wat het doet. Nou, hij haalt in dit geval de hooglichten perfect terug voor mij, op 100%. Hetzelfde doen we met schaduwen, maar dan plus 100. We krijgen een heel onrealistisch, contrastloos fotootje. Dat willen we niet. Dus we voegen wat witte tinten toe, met de Alt-toets. Als je de Alt-toets indrukt, dan zie je het beeld zwart worden. En alles wat kleurt en wit wordt, is eigenlijk overbelicht uitgebeten. Dus dat willen we zo min mogelijk. Nou, in dit geval zitten we daar op de max. Hetzelfde, je ziet het ook veranderen, dan krijg je reset knopjes, is met de Alt-toets. Als je de zwarte tinten bedient, dan wordt het beeld wit. En alles wat kleurig en zwart wordt, dat heeft geen doortekening meer. In dit geval vind ik hem zo mooi. En voegt dat voor mij nu wat toe. Dan voeg ik wat contrast toe.
klik wat ik mooi vind. Ik hou meestal van een beetje contrast om die extra punch te geven. Dit moet je zelf naar je smaak doen. Het is niet zo dat je het zo moet doen als ik het nu doe. Het is ook niet zo dat je het zo moet doen als een ander zegt. Je moet dat in je eigen stijl vinden. Je kunt het ook overdrijven. Dat is te veel. En je kunt het geleidelijk toepassen. Nou, hou ik hiervan. Het kan ook zijn dat jij ergens anders van houdt. Doe lekker wat je jezelf fijn vindt. Nou, we hebben een nieuw knopje textuur. Deze heb ik nog nooit gezien. Dit is een nieuwe update. Dus we gaan eens kijken wat het doet. Hij geeft een behoorlijke textuur aan mijn foto. Iets wat ik niet mooi vind. Ik doe het altijd even naar 100. Dan zie ik het effect. En dan breng ik het terug. En dan kijk ik wanneer het... Hij maakt hem wel soft. Oh, dat willen we ook niet. Ik denk de textuur is plus 11. Ik vind hem wel heel mooi overkomen hier in het gras. Daar waar de textuur toch wel weer mooi zichtbaar wordt. In het water dan weer wat minder. Zo komt hij voor mij mooi over. Helderheid doe ik er altijd even bij. Geeft toch ook altijd net weer die punch. Levendigheid en verzadiging zit ik verder niet aan. Dat denken de meeste mensen. Eigenlijk doe ik dat niet. Nu heb ik de basis gedaan. Nu kan ik beginnen met verscherpen. Voor mij is verscherpen iets wat na de basis komt. Omdat ik dan kan zien wat het doet. Nou, in dit geval staat hij op 40. En ik zet hem hier. Punt wat ik scherp wil hebben en ik zet hem hier op een punt wat ik scherp wil hebben, zodat ik duidelijk zicht heb. Dan ga ik verscherpen. Je ziet hieronder een bolletje laden, dat is als die nog aan het renderen is hoe het eruit komt te zien. Ik denk dat ik voor 70 ga, mooi rond getal. Dat vind ik mooi overkomen. Straal. Probeer ik op 1.5. Komt mij ook mooi over. 25 maak ik 35 van. Ik werk in stapjes van 10 om te zien wat het doet. Dit werkt mooi. Masker. Dan zoom ik weer even uit. Het masker laat zien waar de verscherping toegepast wordt. Neem aan dat je hem niet in de lucht wil hebben. Dat doe je met masker. Masker kan dus heel wat veranderen aan je foto. Nou, we zien hier dat de verscherping alleen op de voorgrond en het object, kunstwerk, landhart toegepast wordt. Dat is wat we willen. We willen ook niet te veel in de voorgrond, want dan krijgen we ruis. Want verscherpen geeft ietsje ruis. Nou, ben ik zo tevreden. Eens even laden. Ik ben zo tevreden. Top. Ruisreductie. Ik heb deze foto op ISO 100 geschoten. Dat zou betekenen dat er vrij weinig ruis in zit. Ook hiervoor weer op 100%. Ik ga toch naar 20. En het haalt net even die fijne ruis eruit. Maar daarmee verlies je ook details. Dus willen we die details bouwen. Werk ik op 2080. 2080. Dat vind ik een fijne afstelling. Dat werkt voor mij met mijn camera. Voor jouw camera kan dit anders zijn. Nou, ik heb nu de ideale details en zo min mogelijk ruis. Voor mij is dit een perfect beeld. Goed, we zijn nu bijna klaar. Nu gebruik ik altijd, vooral bij landschapsfotografie, de tools hierboven, waarmee je lokale aanpassingen kan doen. In dit geval wil ik eigenlijk een gradueel filter over de lucht plaatsen. Dus dat doen we dan ook. Zo. Gewoon een halve stop. Ik hou van hele getallen. Daar moet ik even een min voor zetten. Zo. Ik vind hem nu mooi overkomen. Met dit knopje kan ik kijken waar die klipt. In dit geval vind ik dat niet erg. Omdat het niet op storende delen in de foto is. Met dit knopje kan ik kijken waar die klipt. Nou, nu zie je de hooglichten. En dit zijn de donkere delen. Als ik hierop klik, blijf ik ze zien. Dus wat ik nu ga doen, is gereed klikken. Ik pak nog een keer de gradueel filter.
Maar ik zet hem nu op 0,50 plus. En ik haal er een halve stop bij. En dit doe ik om de voorgrond net wat aantrekkelijker te maken. Met shift en trekken aan de bovenste maak je de overgang harder. En kun je dus meer controle hebben over je eindbeeld. Nou, in dit geval vind ik dit een mooie voorgrond. Nu moet ik dit probleem oplossen. Hier zit nog steeds clipping en ik wil graag details in de plek waar het hooglicht zit. Goed, dit doe ik met een radiueel filter, een rond filter. Die plaats ik over de plek heen. Die keer ik om. Nou, dan zul je zien dat die feller staat, omdat de belichting feller staat. Ik zet simpelweg een minnetje daarvoor. Is niet genoeg. Dan pak ik hooglichten. Min 25. Witte tinten. Min 25. En nu verdwijnen de rode puntjes. Voor mij is dit nu goed. Top. De laatste aanpassing die ik doe, daarvoor ga ik naar Kleur Int Curve. Excuus, ASL. Het staat bij mij net door de war. Ik heb alles zelf op volgorde gezet, dus het kan zijn dat het bij jou anders overkomt. Vervolgens pas ik de lokale kleuren aan die ik aan wil passen. Dat doe ik met het pipetje hier links. Deze maak ik wat groener. Deze maak ik wat fijner. Deze maak ik wat ouder. Zo geef ik hem net wat meer punch, maar alleen op de plekken waar ik het wil. Dan vind ik dat dit nog wat te donker overkomt. Dus om dat nou op te lossen, werk ik graag met een radiueel. Nou, die staat weer even andersom. Dan klikken we weer op omkeren. En zo vind ik hem al iets beter overkomen. Nou, top. Voor mij is deze foto nu bijna klaar. Ik heb alle verscherpeling gedaan. Transformatie. Nou, dan controleer ik altijd even of die wel recht is. Ik werk vrij accuraat met mijn camera, maar ik wil het toch zeker weten. Ik trek een lijn en dan blijkt die toch niet helemaal recht te zijn. Lijn trekken doe je hier bij de crop tool. En dan onder hoek staat een lineaaltje. Die pak je. Die zet je op de horizon. Vervolgens sleep je hem. En laat je hem los. Net weer niet helemaal. Kijk je even of die recht is. Komt die voor jouw ogen recht over? Klopt de compositie? Voor mij klopt die. Nou, nu is die voor mij perfect. En dit is wat we in simpele stappen hebben gedaan. Voor en na.